Was het een moment van speelsheid of bravoure? Of gewoon iets wat jongeren nu eenmaal doen, klauteren, spelen en experimenteren? Niemand weet wat de jonge muzikalster zaterdagnacht precies dacht, toen hij in een elektriciteitspaal naast de spoorweg kroop. Rond 3 uur 's nachts was Arne samen met een vriendin vertrokken op een verjaardagsfeestje van een vriend. De twee fietsten over het fietspad naast de spoorlijn. Tot de tiener plots van zijn fiets sprong en de berm inliep. 5 meter door het gras. Zijn vriendin bleef op het fietspad staan en zag hoe Arne in een elektriciteitspaal klom. Helemaal tot boven. Daar maakte hij met een stok of een ander voorwerp contact met de bovenleiding. Leiding waar 3000 volt aan spanning op staat. De tiener werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden. Zijn vriendin zag alles gebeuren. Blauwe flits. Een stel dat in een woning naast de spoorlijn woont, kon het ongeval horen tot in de slaapkamer. We hoorden opeens een knal, gevolgd door een blauwe flits, zegt Walter Verheyen. Meteen daarna volgde een schreeuw en het gekrijs van een vrouw. Even later zijn de hulpdiensten gearriveerd. Toen ik buiten ging kijken, zag ik hoe agenten de spoorwegberm aan het doorzoeken waren. Wat Arne zaterdagnacht bezielde, is niet duidelijk. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen van zelfdoding of kwade opzet. Mogelijk ging het om stoerdoenerij, die de tiener met zijn leven bekocht. Veel jonge fans. De Belgische spoorwegbeheerder in Infrabel betreurt wat er is gebeurd, maar wil het ongeval ook aangrijpen om op te roepen tot het respecteren van de veiligheid. Spoorwegterreinen zijn verboden terrein, en bovenleidingspalen zijn dat zeker, zegt woordvoerder Frederik Petit. Die palen nog beter beveiligen is onmogelijk. België land telt 6500 kilometer aan hoofdspoor en daarvan is zowat 90% geëlektrificeerd. Daar kunnen we onmogelijk overal hekken rondzetten. Arne de Kok was een talentvolle muzikoster. 3 jaar geleden speelde hij als 15-jarige de hoofdrol in Cadanza T2-Gutter, een catnetmuzikal geproduceerd door Studio 100. Daarnaast had hij ook rolletjes in de films De Club van Sinterklaas en Het Pratende Paard waarin hij de rol van Sien speelde, en Sinterklaas en Het Gouden Hoefijzer waarin hij Vin speelde. Arne was bijzonder populair bij de catnetkijkers. Zijn Instagram-account telt bijna 13.000 volgers. Gisteren reageerden zowel vrienden als fans daar geschokt op het nieuws van zijn overlijden.
zwaar verlies. Ook de musicalwereld in het land is in rouw na zijn dood. De Vlaamse acteur en zanger Koen Krukke zat 3 jaar geleden in de jury die de cast voor de Catnet musical moest samenstellen. Ik herinner me de auditie van Arne nog, zegt Krukke. Je zag meteen dat hij een groot talent was en het ver zou schoppen. Dat is later ook gebleken. Maar hij had nog zoveel meer kunnen bereiken. Ik vind het verschrikkelijk dat hij dat nu niet meer kan meemaken en dat hij er door zo'n stom accident niet meer is. Bij Catnet werd gisteren ook verslagen gereageerd. De zender werd in december nog geconfronteerd met het overlijden van de 26-jarige Desiree Viola, bekend als Roos in de Studio 100-reeks Prinsesja. Zij stapte uit het leven. Nu moet Catnet ook afscheid nemen van de hoofdrolspeler in een musical Cadenza. Wij zijn erg aangegrepen door het tragische nieuws van het overlijden van Arne de Kok, zegt netmanager Maarten Jaansen. Het is bijzonder triest om zo'n beloftevolle jongere te verliezen.